Hallo allemaal, welkom bij Moe Wizard. En vandaag gaan we weer verder met het vierde jaar. Volgens mij gaan we vandaag de draak verslaan. Als het goed is. Volgens mij. Denk ik. Ik weet niet zeker, maar als het goed is wel. We zijn in de Gryffindor Common Room. Ja, het is alweer bijna kerstje ondertussen. Nou, het is vandaag de 28e. 28-11 is het vandaag. Nou, nog niet helemaal kerst, maar het komt in de buurt. Hopelijk hebben jullie allemaal weer een fijne week gehad. En genieten jullie weer lekker van je weekend. Ja, wat ben ik voor de rest? Is er nog met mij gebeurd? Niet echt eigenlijk. Ik heb gewoon een rustig leventje gehad eigenlijk voornamelijk. Deze week weer. Natuurlijk weer een beetje... Ik heb dingen met Sinterklaas weer gedaan en zo. Ik speel zelf namelijk altijd een Zwarte Piet. Dus daarom... Dus ja, dat heb ik deze week ook weer gedaan. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb van alles gedaan. Oh, we hebben Reducto. Dat is dus die spreuk. Ah, dat moeten we dus doen. Oké. Nou, met de reductor kunnen we dus een beetje die ijzeren dingen dus gaan vernietigen. Dat is mooi. Nou, het is in ieder geval een makkelijke spreuk om te gebruiken. We missen er nog eentje, volgens mij. Ik denk dat we die hier moeten gebruiken. Waar is Lumos? Daar is Lumos. Klinkt wel als ijzer. Oh, we moeten er nog twee zelfs. Oh, hier zitten er. Hallo. Klaas staat er even op. En er zal er waarschijnlijk eentje wel in de kast zitten hier. Zo. Dus ja, het is. Ik moet nog een weekje wachten. Dan krijg ik weer salaris en dat soort dingetjes. En wat ik dan ga doen, is de Death Eater One set kopen. En ik ga. Cursed Child Ones ga ik kopen vanuit Engeland. Oh, we moeten nog een kind redden. Maar we hebben al die boeken. Wat? Oké. Daar heeft het niet mee te maken. Waar is dat kind dan? Waar is dat kind? Hallo. Waar is dat kind? Ben ik nou gewoon blind of? Ik kan ook zijn dat ik heel erg blind ben. Oh, hij ligt hier. Sta je niet aan, sta op, hup. Maar ja, de Cursed Child Wands, daar zijn er 5 van. En die zijn volgens mij van Harry, Hermeline en Ron. En dan Scorpius en Albus. Dat zijn volgens mij alle wands die er zijn. Oh, dat was de hele challenge ding. We hebben nu Reducto. Dus dat zijn eigenlijk de wands die er zijn. En dat zijn als het goed is een beetje dezelfde wands als gewoon die normaal in die dozen zitten. Maar ja, ze zijn alleen maar via de Cursed Child site te kopen. Zo. Dus ze zijn ook echt alleen maar in Engeland. Vanuit Engeland kan je ze alleen, moet je ze laten exporteren en dan, of hoe dat ook heet. En dat is de enige manier hoe je ze kan krijgen, zeg maar. Dus ja, dat is op zich wel vervelend, want het kan dan best wel een tijdje duren.
En de kans dat ik pas waarschijnlijk dus volgend jaar alle wands aan jullie kan tonen is best groot. Want ja, ik weet gewoon niet hoe en wat, wanneer... ja, wanneer ik eindelijk die wands dan zal kunnen binnenkrijgen. Want die wands kunnen binnen een week binnen zijn. Ze kunnen ook binnen 2 weken pas er zijn. Of misschien wel een maand. Je weet maar nooit. Oh. Oh. Oh jee. Daar is de draak. Dus ja, dat is een beetje het ding waarmee we moeten dus afwachten. Je moet er sowieso achter blijven staan. Oh, niet dus. Oké, okay, laat maar. Doei. Hoe moeten we hier nou weer langs? Oké, we moeten hier zeker... Vind ik dat we dan voor gebruiken. Oké, waarom kunnen we niet... Wat de hel? Wat is hier? Oh. Wat moeten we doen? Auw! Dat brengt een karakter. Ik hoef geen karakter. Oh, wacht. Hij sloeg deze ding natuurlijk kapot met zijn staart, hè? We moeten misschien hier staan. Als hij zodra hij met zijn staart slaat, dat hij dan... Kom dan jij. Kom, slaan. Hey, we kunnen wel bouwen. Oh, kijk. Een hondje. Hondje. Oh, hondje is dood. Oké. Oh, arme hond. Oké, we kunnen het in ieder geval. Oh, we kunnen een mannetje creëren hier. Oké, dit. Oké. Oh, we moeten daar zo'n sterker dingetje. We moeten sterk worden. Daarvoor moeten we die potion maken. Dus. Oké. Nova's hoornstaart ziet er zo raar uit nu. Aangezien ik natuurlijk die Lego set heb, die gloednieuwe. Daar ziet de draak er zoveel anders uit. Dan dat hij er hier uitziet. Dit is zeg maar de oude versie namelijk nog. Zoals je hier kan zien. Dat is echt de oude versie nog van de draak. Daar is volgens mij ook een Lego set van geweest. Van de hele oude versie. Volgens mij was dat deze versie dan. Maar ja, die set is al zo oud. Die is ook volgens mij echt uit het jaar dat Harry Potter en de vuurbeker uitkwamen, zeg maar. Dus. Wat gaat er gebeuren? Oh! Wat? De draak werd even weggeblazen. Hop hop and away! Dank u wel. Thank you very much. Oh! Waarom vallen we de hele tijd naar beneden? Oh! Laat me erop! Moeten we nog langer wachten? Ah, potver. Oké, kom, naar boven. Hop up and away. Dank u wel. Parkour. Ho! Ik spul zo, of hoe die spreuk ook allemaal heet. Oké, even wachten. Oh, ik wou bijna gaan. Oké. Ah, ik zie al wat we moeten doen. Oké. Dat is helemaal goed. Helemaal leuk. Ja. Oh, doe eens even rustig, meneer de draak. Even rustig aan. Auw. Nou, we hebben Lee nodig, want we hebben ook Shanks nodig. Oké, thank you very much. Nee, niet.
is lek. Oh. Wat gaat er allemaal gebeuren? Pas 10 minuten in de video en hij lagt al. Waarom? Waarom moet je laggen? Ja, dat is de manier hoe de draak verloopt. Tuurlijk. Dat is de manier hoe het ging ook. Oh, ja. Zo'n hoge val overleef je ook. Oh, cutscene. Oh jee, wat gaat er? Oh, het is zo'n dingetje. We moeten wegrennen, oké. Oh, goddamn. Laat me met rust, alsjeblieft. Laat me met rust. Oh, we zijn binnen, oké. Ho, ik ben dood. Oh, ik ben nog niet dood. Ik ben weg. Doei, Emmeline, ik laat jou achter. Pak aan maar, draak. Pak aan maar. Mij heb je niet nodig. Het geeft ook wel een beetje reactievermogen. Oh. Waar spring je nou weer? Gaan rennen. Hup. Niet klagen. Oh, dit is op zich wel spannend. Oké. We hebben het overleefd. Wow. Oei. Oh, dat deed het hem ook, die gewone draak. Oh, wow. Ja, we hebben de golden egg. Yay. Nice. Goed jongens, we hebben het level gehaald. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video weer. En ik zie jullie allemaal weer volgende week. Later.